Telenet wordt voor het eerst actief in Wallonië. De kabelaar neemt namelijk zijn sectorgenoot SFR Belux over van het Franse Altice. 400 miljoen ligt het daarvoor op tafel. Door de overname betreedt Telenet niet alleen de Waalse markt, maar ook de Luxemburgse en verdubbelt het zijn voetafdruk in Brussel. Telenet heeft zichzelf een kerstgeschenk gekocht. Voor 400 miljoen neemt het SFR Belux over, vroeger bekend als Numericable en Coditel. Door de deal krijgt Telenet er twee Vlaamse gemeenten bij, Wemmel en Drogenbos. Wordt het voor het eerst actief in Wallonië, in 7 gemeenten in Henegouwen, en gaat zijn bereik in Brussel van 7 naar 13 gemeenten. Telenet heeft vandaag een netwerk in 1/3 van Brussel. En met deze overname zullen wij 2/3 van Brussel kunnen bereiken. Inclusief de hoofdstad zelf, dus het centrum van Brussel. Dus dat laat ons toe om aan die klanten in het Brusselse de hoogwaardige diensten van Telenet te gaan verkopen, wat tot nu toe niet mogelijk was, omdat wij daar enkel een mobiel netwerk hadden en geen vast netwerk. De komende 2 jaar wil Telenet 12 miljoen investeren in SFR. Over 5 jaar moet de overname jaarlijks 16 miljoen aan synergieën opleveren. Vooral omdat Telenet per klant meer denkt te verkopen. Denk dan aan pakketten, zoals een all-in-pakket Wigo. Kortom, gaan en blijven gaan. Gaan en blijven gaan? Deze overname zou best wel eens een opstapje kunnen zijn naar meer. Ze maken er geen geheim van dat ze op termijn naar een nationale coverage willen gaan. Door deze overname te doen, geven ze duidelijk aan, wij willen verder. En wie weet, komt binnen een aantal jaren ooit VOO in Wallonië te koop. En dan zijn zij natuurlijk ook de speler die onmiddellijk klaarstaat. Over de prijs die Telenet betaalt, geen gemor bij analisten. Aanvankelijk werd het bedrag van 500 miljoen euro vermeld. We komen uit op 400 miljoen, dus een vijfde minder. Dus wat de prijs betreft denken we dat met de synergieën die er kunnen gerealiseerd worden, dat een attractieve prijs is. Door de overname wordt Telenet ook actief buiten de landsgrenzen in Luxemburg. De hele deal levert het kabelbedrijf 105.000 extra klanten op, bovenop de ruim 2 miljoen van nu.